Het is september 2019. We gaan naar woonmobielsterfplaats Wildeshausen. En dat ligt ten zuidwesten van Bremen. Die zit op de Grandelstraße in Wildeshausen. Ze hebben hier maximaal 19 plaatsen met een maximale lengte van 8 meter. Het kost hier 5 euro en na zeggen inclusief stroom. Er staat er alleen geen huisnummer bij, maar het was bij een zwembad in de buurt, hè? Ja. We zijn nog niet één bordje tegengekomen met een campertje erop. En dit is volgens mij het zwembad. Ja. Nou, een P. Dus ik verwacht dat het daar rechts is. Ja, dat is het Grandelpad. Ja. Ja, volgens mij daar achter. Oh nee, nee. Ja, ik zie daar campers. Ja. Hier staan campers. Het wordt niet aangegeven, hè? Helemaal niet. Daar pas. Zie je dat? Ja, dus hoe kan je het dan goed vinden? Maar dat lijkt me aardig druk. Er staat er zal nog eentje naar rechts. Ja. Dat kan ook een verzorgingsplek zijn natuurlijk. Ja, maar dit was een geliefd plekje. Dit stond al snel vol, dus ja. Het kan best zijn dat dit vol staat. Ik zal eens even kijken. Er staat een mooie expeditievoertuig hier voor ons. Je staat waarschijnlijk wel in de wacht of niet? Nee, of is dit toch de verzorgingsplek? Nee, dit is wel een camperplaats. Oh, er is ook een camperplaats daar, ja. Die is vol. Maar volgens mij is hier rechts ook een camperplaats. Oh ja, hé, hey, dat is een mooi plekje. Maar is hier stroom? Ja, hier kijk. Oh, hier, ja. En omdat het verder helemaal vol was, waren we wel blij met dit plekje hier zo op de hoek. Je staat ook niet echt tussen alles in. Dus dat was een prima plekje voor ons. Nou, je kunt zo meteen even zien wat ons uitzicht dan is daar. Dus ja, helemaal niet verkeerd dus. En daar staan we. Misschien wel het mooiste plekje hier. Want dan heb je namelijk uitzicht daarheen. En aan de andere kant heb ik dit uitzicht. Had ik net wel even het uitzicht laten zien, die kant op. Maar deze bouwput wordt de uitbreiding van de camperplaats. Dus hier komt nog weer een aantal plekken bij. Ik weet niet hoeveel, maar zo te zien denk ik dat er wel een stuk of 10, misschien 15 bij kunnen komen. De camperplaats raakt aardig leeg, zo te zien. Maar ja. Zoals ik dat had gehoord, vult het zich ook zo weer. Want hier naast ons die zijn weg en er zit gelijk alweer iemand anders. Hier sta ik bij de automaat waar je moet betalen. En daar gaat gewoon hard geld in. 50 cent, euro's en 2 euro's. En in totaal is het dus 5 euro wat je moet betalen. Inclusief stroom. Hier heb je een plek voor je chemisch toilet. Daar de put. Oh, wacht even. Ze gooien hem wel leeg hier. Maar daar staat alleen regenwater. Zie je daar? Geen ontzorging. Dus daar mag je hem niet in gooien. Dus je moet hem daar, met de slang of met de emmer, moet je hem grijs watertank leeg. En daar heb je 50, voor 50 cent zeg maar, heb je schoon water. En dan staat erbij tussen de 50 en 80 liter. Bij de ingang. Van de camperplaats heb je hier een vuilcontainer en een glasbak. Ja, nou zul je wel denken, wat is dit nou? Ja, er staat een ander op onze plek en wij zijn er weggegaan. Vanwege dat grasje, er loopt nog een gras mee naar binnen, onvoorstelbaar. En we staan nou hier. En hebben een plekje, maar kijk, het zijn mooie ruime plaatsen. 5,5 meter breed zo'n beetje en ook lang genoeg. Dus dit is ons plekje voor vannacht. Laat ik het nog even van bovenaf zien.
die helemaal in de voorgrond zie je dus de bouwput. Nou, je ziet wel, die is bijna net zo groot als de camperplaats zelf. Dus hij wordt wel bijna een keer verdubbeld. Ja, we zijn aangekomen in de stad. We zien hier. En ja, het schijnt een bron te zijn, zeggen ze. Het zijn de haarschappen schotteren. Maar dat water, dat loopt helemaal zo daarheen. Dus gaan we eens even kijken waar het uitkomt. Zijn we hier aangekomen bij het oude het raadhuis. Ik wou zeggen stadhuis. En daar heb je het einde van het water. Maar het stroomt niet meer. Ergens zit er een lekkage, denk ik, verderop. En dan is het de bedoeling dat je dus aan dit ding draait en dan komt er iedere keer een beetje water hier zo in. Ach, leuk toch? Dit is ook weer zo'n stad weer met vele terrasjes en een hele hoop winkels. En dan moet je eens kijken, een bal die drijft in het water. En dat is gewoon een steen, hè? Heel zwaar en toch drijft het in het water. Mooi. Dat gebouw daar, dat is het oudste gebouw, waarschijnlijk het oudste gebouw van Noord-Duitsland. Dat stamt nog uit het jaar 800. En dan heb je hier de kerk, die is later gebouwd, maar in 850 zijn ze begonnen te bouwen met een deel van deze kerk. En dat deel bestaat nou niet meer. En dit is van 1230 tot 1270 gebouwd. De Sint-Alexanderkerk. En het torentje daar helemaal bovenop, dat is vervangen net na de Tweede Wereldoorlog. Dat was volgens mij in 1946 dat die verbrand was, geloof ik. We gaan eens even kijken. De deur is open, we gaan even binnen kijken. Je ziet nog even in het klein, een soort manketten. En dan heb je de tijdtafel van 800. Zo helemaal al die witzwaren heen erover tot 1969. Hier staan we bij de Sint-Peterkerk. Die is gebouwd van eind 1700 tot begin 1800. We kunnen er niet in, want het is gesloten wegens brandstichting. Wassenkraftwerk Wildeshausen. Dus waarschijnlijk werd hier stroom opgewekt. Als ze dan daar een schuif los doen, of twee schuiven, dat het water dan daardoor gaat, dat je daardoor elektriciteit kreeg. Dan fietsen we hier in een park. Met daar nog een fontein. Maar wat ons opviel, was dit gedenkmaal. En het gaat maar door. Heel mooi aangelegd wandelpad, zeker uw fietspad. En hier gaat het mooie fietspad over in een beetje hobbelig asfaltpad. Want het lijkt wel of dit fietspad helemaal om de stad heen gaat. En hier een bloemperk, behoorlijk groot, aangelegd voor de bijtjes. Mooi, hè? Dat is Pestrube Grebeveld. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is zo. Want ik zit tegen de zon in te filmen. Maar het lijkt wel een soort heidegebied waar je kunt wandelen.
en fietsen. Hier staan we met de camper en het is net onder Wildeshausen heb je dat plekje Pestroep. Dus het is ongeveer 10 minuutjes fietsen. Nou, zeg maar een kwartiertje. Als je hier dan bent op deze camperplaats, is het echt wel even de moeite waard om hier even neer te gaan.